Stichting De Fryske Molen had 1,2 miljoen euro subsidie gekregen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het geld is bedoeld voor het onderhoud van de 42 moen van de stichting. Er is eens 4,4 miljoen euro nodig. De rest van het geld moet van orenfondsen komen. Winkeldieven in Ljouwt kunnen het een winkelverbod krijgen voor het hele centrum. Want nota wie dat maar voor een paar stritten. Hetzelfde geldt aan voor mensen die het een uitgaansverbod krijgen. Verder wil de gemeente dat kroegen een orenjetter tegengaan om oerlijst te verminderen. De Rabobanken van het Jarreveen, de Gediek en de Stellingwerven fuseren eind dit jaar. Juster binnen de lederen van de banken akkoord gingen. In 2009 winnen Drenk op plan om te fuseren. Dat is doen net teruggegaan omdat er angst was dat de bank te grut werden zou. De Ljouwter Mercurius Fontein staat weer. Vanmorgen is het beeld van Mercurius erop zetten met een kraan. De bekende fontein wat draaien hier lien vanwege de verbouwing van het Cylon Vothel en Opslijn. Nu staat Mercurius op het Beursplein, een eindje verderop. Joenen vannacht een paar pittige tongerbuien, de temperatuur leidt om de 15 graden heen. Morgen is het ook nog kans op tonger, let er uit en terug zinnen, het wordt als zo'n 18 graden.